Goedenavond, welkom op deze eerste vlog van de Stadspartij. Mijn naam is Bram Smeets en ik ben fractiemedewerker voor onze partij. Ik doe dit nu al 4 jaar en ik ben nu ook onze eerste vlogger. Ik heb een hele leuke reden om te beginnen met vloggen, want recentelijk is Paul Hazen verkozen tot onze nieuwe lijsttrekker voor de aanstaande verkiezingen. En ik heb toen een niet zo hele charmante foto van hem op Facebook gezet, dus dat moet ik even gaan rechtzetten. Ik heb een bloemetje gehaald en we gaan hem even opzoeken op de oudjaarsborrel van de Stadspartij. Ik zie jullie daar. Goedenavond, ik sta hier nou bij de Bok voor de ingang. En we gaan eens even kijken of we Paul Hazen kunnen vinden, de nieuwe lijsttrekker. Zo, we gaan eens heel even kijken of we Paul kunnen vinden. Eens even kijken. Ja, het is hier een beetje druk vanavond. Ah, daar is hij. Paul, heb ze heel eventjes een momentje tijd voor mij? Mocht dat? Ja, ik heb nog een foto maken. En? Ja? Zo, ja, we zijn even apart gaan staan. Een beetje rustiger hier. Want de wet is onlangs gekozen tot nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen. Ja, dat is ze nog, ja. We hebben toen de avond een foto van die gemaakt. Ja, dat was niet de charmantste foto. Dat was niet de charmantste foto van. Dus ja, ik wil dat toch heel even schoon maken. Dat is nou eens zo nodig. Ik heb een bloemetje metgenomen. Ja. Dus dat wil ik je bij deze eventjes officieel overhandigen. En dan ik ook echt officieel feliciteren. Dankjewel. En dan ga ik nu dit pauze zetten, want je moet natuurlijk ook even een foto maken met Mariëzee. Dat was de foto die ik heb gemaakt van Paul en Mariëzee. Deze foto is naar mijn idee een heel stuk beter als de vorige foto. Dus ik hoop dat zowel Paul als Mariëzee nu wel tevreden zijn. Dit was mijn eerste vlog. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van al het nieuws. En tot de volgende vlog.